Montagemarkt gemeente Stichtse Vecht. Landelijk gebeurt er niks meer. Waarom zetten jullie het wel door? Omdat we het belangrijk vinden in de gemeente om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. En een maatschappelijk stagemarkt is daar een ultieme manier voor. En hoeveel scholen doen er dit jaar mee? Er zijn nu twee scholen die nu op deze manier de maatschappelijke stage nog vormgeven. Dat is Broekland en Broklede. Daar hebben we nu ook de markt voor georganiseerd. Maar ook het Nifterlaken en andere scholen willen nog wel de maatschappelijke stage vorm proberen te geven. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen daar oog voor krijgen dat er heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan in Stichtse Vecht. En dat ze zien hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan het grote geheel. Er ligt heel veel nadruk op het individu en jongeren zijn natuurlijk erg van de vrijheid en zelf keuzes willen maken. Maar jongeren zijn ook wel van mee willen helpen. En als school vinden we dat heel belangrijk om dat te stimuleren. En vandaar dus ook deze maatschappelijke stagemarkt. Hoeveel verenigingen staan er hier nu? Er staan nu 16 organisaties hier nu op de markt die vertegenwoordigd zijn. Ik hoor dat er heel veel, je ziet het ook, er wordt heel veel ingeschreven. Dus geweldig, echt geweldig. En heel verschillend hè, wat jongeren kunnen doen, dat vind ik ook leuk. Het aanbod is echt heel mooi. Waarom fysiek hier aanwezig met organisaties en verenigingen met de kinderen? Waarom niet gewoon alles online? Nou, juist in de tijd waarin er zoveel online gebeurt, is het mooi om live te blijven kennismaken. U ziet het, er worden volop vragen gesteld en die kunnen beantwoord worden. En daarmee weten leerlingen nog beter wat voor keuzes ze kunnen maken. Er was ook een inspiratiebijeenkomst vooraf, vooral die verenigingen. Wat is daar de reden van? Klopt, dat is ook om organisaties daarin extra te inspireren en daarbij nog meer handvatten te geven hoe te werken als vrijwilligersorganisatie met jongeren. We vinden het heel belangrijk, want op onze inwonersaantal, 63.000 tot 64.000, het hangt daartussen. Inwonersaantal hebben wij een derde van mensen die zeg maar geregistreerd, dus officieel vrijwilligerswerk doen. Maar we zijn erachter gekomen dat met name jongeren die zeggen, nee, vrijwilligerswerk, dat doe ik niet. En als je dan verder vraagt, dan blijkt dat ze het wel doen, omdat ze bijvoorbeeld een sportclub trainen of bardienst draaien als ze wat ouder zijn. Of, nou ja, wat dan ook. Dus ongemerkt doen nog veel meer mensen doen vrijwilligerswerk. En daar zijn we zuinig op. Dat willen we stimuleren. De gemeente staat hier zelf ook elke keer. Die doet ook actief mee. Is dat een successtory of is dat een must? Nee, dat zijn zeker succesverhalen. Die hebben afgelopen jaar hebben die ook twee stagiaires in ieder geval langdurig een plek kunnen geven. En dat zijn mooie verhalen. Dat zijn leerlingen die daar heel veel verschillende werkzaamheden hebben kunnen doen. En die daar positief op terugkijken. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer.